Het splinternieuw City Hostel zal vanaf april 2015 zijn deuren openen in Rungst. Het is een opwaardering van de stationssite tot een nieuwe, hippe wijk. Als we bekijken naar de Hasseltse binnenstad, hebben we niet echt accommodatie om jongeren op te vangen of grote groepen op te vangen. Het City Hostel maakt deel uit van een inhaalbeweging van de Vlaamse regering om het tekort aan jeugdverblijven in Vlaanderen weg te werken. De jeugdherberg gaat bestaan uit 4 bouwlagen. Op de gelijkvloers is er een onthaal voorzien met een bar, een lounge, eetruimte en een grootkeuken. Op de eerste verdieping komt er een grote vergaderruimte en vind je ook de eerste kamers. En de bovenste 2 bouwlagen zal ook volledig bestaan uit kamers. In deze jeugdherberg kunnen in totaal 120 gasten slapen. En dit niet zonder enig comfort. Belangrijk om te zeggen is dat deze kamers voorzien zijn van alle comfort. Je ziet vaak dat de jeugdherbergen bestaan uit zeer grote slaapzalen. Hier zijn het kleine kamers met elk eigen sanitair. Op zijn Hasselts met stijl. Als de jeugdherberg klaar is, voorzien we ook nog de bouw van een aantal casco-ruimtes. Daarin komt onder meer de VZW-fietsbasis, de hopper en de gouwwinkel van de scouts. Daarnaast voorzien we ook de bouw van 6 casco-appartementen. Deze zijn bedoeld voor begeleid zelfstandig wonen. En de MV Kumpen voorziet hier ook nog de bouw van 43 appartementen. Daarnaast zijn we ook nog volop bezig met hoe dat we de buitenaanleg gaan aanpakken. Samen met de buurtbewoners willen we hier een nieuw stadspark aanleggen dat ze grootte zal kennen van ongeveer 2 voetbalvelden. Het Hasselts Jeugdhostel is een samenwerking tussen de stad Hasselt, Toerisme Vlaanderen en de NV Kumpen met de steun van Limburg Sterkmerk.